Goedemorgen, in Utrecht zijn we. Dat had u al gezien. Op het cricketveld van Kampong naast de Galgenwaard voor de derde wedstrijd tussen Nederland en Ierland. U kon het al zo even horen in de voorbeschouwing met Jeroen Smits en Tim de Lede. Eerste dag gewonnen door Nederland, tweede dag gewonnen door de Ieren. Iets overtuigender dan Nederland de eerste dag. Maar dat maakte de eerste dag tegelijkertijd wel verreweg de leukste dag. Toen het zo onvoorstelbaar spannend was aan het einde. Een gevecht tot letterlijk de laatste bal. Hier zien we het elftal van de Ieren. Ook daar een wijziging. Porter Field, twee keer geen runs gemaakt. Ervaren jongen is eruit gegaan. En de aanval, de bowlers waren al zeer behoorlijk. Zo niet goed. Met name Liddell en Young. En in het Nederlands team, Jeroen Smits is inmiddels aangeschoven. Hadden we de wijzigingen al gezien. Kingma er dus in. In plaats van Glover. En Moussa Nadim Ahmed zal debuteren. Dat kon u al eventjes zien. De keuzes zijn wel te begrijpen, Jeroen. Ja, niet heel verrassend na afgelopen vrijdag en woensdag. Leuk voor Moussa dat hij mag debuteren vandaag. Speler van jouw club uit Den Haag, HCC. Zeker, maar hij heeft zijn cricket natuurlijk wel geleerd in Groenwind, ja. Amsterdam. In Amsterdam, mogen we niet vergeten. Laten we eerlijk zijn. Waar zijn vader heel veel doet bij die club. Ja, maar dat is echt zo'n jongen die heeft, die heeft gekozen voor het cricket. Die is toen naar Zuid-Afrika gegaan. Geïnvesteerd in zijn opleiding. En dat kan dus leiden tot een basisplaats op maandag 7 juni tegen Ierland. Klaassen die de eerste bal van de dag gaat bowlen. Op de nieuwe man bij Ierland, Kevin O'Brien. Er was vrijdag nog sprake van dat Klaassen terug moest naar zijn club in Engeland, naar Kent. Waar die competitie speelt. Maar hij heeft toch mogen blijven. Ja, er is wat druk uitgevoerd. En meteen het eerste appel van de dag. Nee, is buiten de lijn. Geen review. Kevin O'Brien, de vervanger van Porterfield. Porterfield was jarenlang de aanvoerder van Ierland en die heeft een hele moeilijke series. Goeie druk van Klaassen. Geeft geen ruimte aan Porterfield. Deze bal die zou net de legstump hebben gemist, dus dat gaan we nu zien. Bovendien pitcht hij er al buiten, ja. Ja, dan kan je niet uit zijn. Hij moet in een zwarte strook pitchen dus, om überhaupt een kans te maken. Deze zit er vol in. Het is meteen kassa. Fantastische start dit van Freddy Klaassen. En Kevin O'Brien, die twee wedstrijden op de bank heeft gezeten. En nu naar vier ballen weer terug kan naar diezelfde bank. Schitterende bal van Klaassen. Vol er doorheen. Het enige wat ontbreekt is dat die stump nog echt loskomt. En een paar meter achter het wicket doorvliegt. Geen ruimte. Maar wel ruimte, dus vier runs. Maakt de slag af met één hand, ja, precies. Nou, je ziet ook hoe het veld uitstaat. Nederland heeft ervoor gekozen om heel recht te bowlen. Geen fielders op de boundary aan de offside. Dus geen ruimte geven aan de offside. Wat Klaassen nu juist wel doet, ja, dat wordt dan afgeschaft. En dat zijn bijna gratis runs. Dus Klaassen moet deze bal meer
op de batsman bowlen. En weer ruimte en een wicket. En een wicket. Wat een start. Want nu dus ook Sterling ingerekend. Ja, deze is heel, heel belangrijk. Ja, een bowler zal zeggen, ik heb hem opgebouwd zo het wicket. Eerst die ene bal om hem half te lokken daar, waar hij die vier op sloeg. Maar misschien wel, je zag dat deze toch ook wat wijder was. Sterling denkt van, nou nu moet ik hem weer over die offside heen slaan. Binnenkant van zijn bed, een makkelijke vang voor Edwards. Tweede over van Kingma. Zijn er ook vier. We zitten nog in de powerplay, dus mogen er niet buiten de binnencirkel al te veel fielders gezet worden. En dat was bijvoorbeeld hier het geval. Iets te veel aan de linkerkant van de batsman, aan de leg side. En hier dus de eerste runs op de eerste bal. 4 tegen voor Kingma. En dat is nooit fijn. De eerste bal van een nieuwe over die meteen voor 4 gaat. Door het gat in het veld waar ruimte was. Zo werk je als batsman samen in partnerships. Maar dat moet je als bowler natuurlijk ook doen. Dus waar Klaassen de druk erop houdt, moet Kingma dat van de andere kant ook doen. En je ziet meteen Bol Burnie ook voorzichtig zijn. Doet altijd veel in het hoofd van zo'n batsman. Als er weer een oneffenheidje gevonden wordt in een wicket. Nou, soms wel het idee dat dan alles wat daarvoor is gebeurd ongeveer vergeten wordt. Dat zo'n plekje dan bij zo'n batsman zo in zijn hoofd gaat zitten. Dat hij al die andere ballen van daarvoor vergeet. Het is er uiteindelijk maar één. Nou, dat klopt. En als batsman moet er zo min mogelijk in je hoofd omgaan. Ja, ja. Hoor. En het is raak voor Kingma. Het derde wicket en een belangrijke. John, dit was precies wat jij net beschreef. Een half stapje. Het was net niks. Hij ging niet naar achter, hij ging geen niet naar voren. Overtuiging. Loon naar werken voor Viv Kingma. 28 voor 3 in de powerplay. De laatste over van de eerste powerplay. Vol geprofiteerd. Ja. Ja hoor, hij geeft hem. Zo. En dat is fijn, want hij gaat denk ik reviewen. Ja, ja. 28 voor 4, maar er komt een review. Oorspronkelijk uitgegeven. We gaan kijken of we mee kunnen luisteren. Ja, dan vraag ik me af, gaat hij er overheen of raakt hij hem niet? Batsman was direct overtuigd, hè? Direct voor die review aangevraagd. Dus jij vermoedt dat hij hem met zijn bat heeft aangeraakt? Dat nou, weet je vaak als batsman echt wel. Maar los daarvan is dit ook wel een moment om hem te gebruiken, want het zou wel heel erg de innings breken. Ja, yeah, looks close to the bat. Nou. Can I've all tried to confirm if there was bat or no bat? Ja. We gaan zo de geluid zien via de Ultra Edge. Ja, yeah. There's a clear spike when the ball is next to the. Ik denk dat er inderdaad bat aan zit, hè? Via zijn bed. Ja. When the ball is next to the bed. Bed. Bed op Leggard. Tik, tik. En dat zie je vaak als zo'n batsman direct een review aanvraagt, dan weet hij zelf. Dan hoeft hij geen eens te overleggen met zijn partner aan de andere kant. Hij weet dat hij hem heeft geraakt. Het was ook hoorbaar, maar je weet nooit in welke volgorde het dan is. Maar hij moet de beslissing herzien. Het vierde wicket komt er niet. Het viertje gaat er weer uit te scoren. Pech voor Klaassen, maar onmiskenbaar druk voor Tector. Goed schot. Prachtig schot. Keiharde 4. Shot of the day. Die nog kort is. De dag. Ja, schitterend.
iets te diep gebold. En zeer overtuigend afgemaakt. Oeh. En een kans op een wicket? Nee, daar haalt hij niet. Maar misschien wel in een van de volgende ballen. Want deze kwam opeens weer op zijn hand. Fel door. Leek het. Ja, het blijft een wicket waar je echt enorm moet werken voor je runs. Iedere run is er één. Deze is veel te kort. En dat is 4 runs. Ja, dat is altijd het risico van een part-time bowler aanzetten. Dat hij iets minder controle heeft. En dit is gewoon een slechte bal. Eerste bal van over is ook precies wat je niet wil. Dat is een mooie 4 waarschijnlijk, hè? Schitterende slag. Ja, weet je, ik ben daar... Nou ja, jij ook. Wij zijn niet zo van de part-time bowlers die één keer goed bowlen in de tweede innings, terwijl er geen enkele druk op de batter stond. Dus het is ook nog fictief goed bowlen. Nee, zeker niet, omdat de main bowlers eigenlijk allemaal hun taak hebben gedaan vandaag. Dus die zitten allemaal goed in de wedstrijd. En je kan het met 5 bowlers, kan je het uitbowlen. Dus er is geen noodzaak om O'Dowd nu te gebruiken. Weer te kort. Eenvoudig 2. Maar misschien is het wel een signaal, want we zien net Bas Fielder. Die kan natuurlijk ook nog een aantal overs vullen. Ja, maar je hoeft niks te vullen. Daar ben ik volledig met je eens. Maar misschien denken ze dat dit wicket voor de spinners beter zou gaan worden. Ja, maar het blijft een part-timer. Ja, ik denk dat wij allebei dezelfde mening hebben. De tweede waait al deze over. Het risico van een part-timer is nu niet noodzakelijk. Nog 1 bal deze over. Laten we hopen een dotbol. En dan zal ongetwijfeld Celaar besluiten dat dit de laatste over van O'Dowd was vandaag. Weer een 4. Ja, dit is echt zonde. Ze stonden op 3 runs per over, de vorige over. Dus nu, dit is precies de over die Ierland nodig had en die Nederland niet nodig had. Nee, experiment mislukt. Ja, maar een experiment moet je doen als de wedstrijd daarom vraagt. En de wedstrijd vroeg er niet om. Ja hoor. Oh. En die kwam ineens weer uit het niets, spoot die omhoog over het hoofd van Edwards heen. 50 voor Tector. Een vrij onorthodoxe manier om je 50 op een bord te zetten. Hij werd verrast door de extra snelheid van Van Beek of de bounce die hij kreeg. En de keeper werd bijna onthoofd volgens mij. Hè? Wat gebeurde er? Ja, dat gaan we nu zien. Kijk, hij kwam veel hoger door dan je mag verwachten. Als batsman en als keeper dus ook. Ja, en die blijft laag, hè? Ja, maar kijk naar zijn voetenwerk. Hij staat weer op de crease. En dat komt toch door die bal die net zo omhoog vloog, weet ik zeker. Dat er toch een beetje twijfel in zijn hoofd is gekropen. Want hij heeft tot nu toe iedere bal is die goed naar voren gegaan. En nu blijft hij op zijn crease staan. Ja, dat is het mooie aan Van Beek. Die geeft iedere bal alles. Kijk jongens, dit is niet goed. Niet goed van de batsman, niet goed van de wicket. Ja, vooral dat laatste helaas. Ja, die is en uit. Daar is er nog een. Het is een over later geworden dan we hadden voorspeld, John. Maar hij is er dan. En wie anders dan Logan Van Beek. De harde werken van hem is beloond. En Tector moet naar de kant. 128 voor 5. En zo zijn ze dan toch vol door het partnership heen gebroken. Heeft Tector, die een geweldige innings heeft gespeeld. Een belangrijke innings heeft gespeeld.
niet helemaal door kunnen trekken. Maar prachtig gedaan. Want hij kwam in toen 100 runs geleden. Toen Ierland bijna op zijn knieën zat. En ze heeft in ieder geval lange tijd samen met Dockrell Ierland weer wat lucht bezorgd. En ze van makkelijk, ja. Mooi opgebouwd door Tim van der Guchten. Zijn eerste wicket van de dag. En weer gaan er dus drie Ieren kort achter elkaar uit. En nu hebben ze toch echt wel een groot probleem om nog een behoorlijke score neer te gaan zetten. Batsman nummer 8 komt inmiddels naar het wicket toe. Oh, daar komt het appel en de vinger van de umpire ten teken dat hij uit is. Wicket nummer 7. Gaan ze hem reviewen? Ja, het gebaar was er. Zo'n time-out gebaar, zeg maar. Ik had weer de indruk dat hij wat laag bleef. Zeker, hij zat zeker laag. Ik weet zeker dat de batter niet naar voren ging. Maar het is, als een bal wat korter is, is het natuurlijk een reactie om van je backfoot te spelen. On-field decision is out. Terwijl je eigenlijk... Ja, helaas standaard naar voren moet hier. Ik ben heel benieuwd wat we gaan zien in de herhaling. Toch weer redelijk snel met die review aanvraag. Oeh. Gaat om de hoogte. Dat zit niet in de buurt. Het zou wel eens de umpire's decision kunnen worden. En dan zitten ze goed bij Nederland. In de 41ste over. Umpire's call. Yes, dat is prima. Hè? En dat is hem. En het systeem is dan wel dat je je review als Ierland zijn in dit geval behoudt. Omdat de beslissing dus niet door de techniek, maar gewoon door de umpire genomen is. Catch. En de 8ste. Valt op 154. Makkelijk weggegeven. Ja, makkelijk weggegeven is ook makkelijk gezegd. Gezegd, klopt. Want McCarthy snapt ook dat hij wel even een paar runnetjes bij elkaar moet duwen. Dus die speelde deze bal iets te hard. Klaassen, een wicket erbij. Hij schrok daar zelf van. Het is weer zo'n moment dat je denkt, oh, wat doe ik? Of wat heb ik nu gedaan? Eenvoudige vang van Celaar. Little aan bed. Weer een langzamer. En een LBW. Ja. En ik denk niet dat hij gaat reviewen, want hij zag er vrij uit. 10 seconden nog voor een wel review of niet aan geraakt. Te vragen. De hoogte was geen probleem. Als je hem raakt, dan loop je eigenlijk al met, die beweging naar de umpire toe. Dus hij vertrekt. Dus dan toch! Met dat ene laatste wicket had je kunnen zeggen, nou laat maar doen. Ze hebben er nog 2. Nu is er nog 1 batsman. Nou, hij had nog een kans gehad ook, want hij lijkt er rechts langs de legstump te gaan. Ik vind het een rare beslissing om het niet te doen. Een soort blinde gok had je kunnen nemen. Het is niet te geloven. Hij krijgt hem gewoon op zijn bed. Hij krijgt hem ook nog zelfs op zijn bed. Nog los van de lijn was hij dus hier al not out geweest. Op zijn bed en hij mist het wicket. Kijk, nu wilde hij hem even pakken. Yes. En die is uit. Gaat eerst gecheckt worden, maar het zag er stabiel uit. Hij loopt ook al weg. Ja, een jongen is al weg. Kijk, en dat is wel gunstig hoor. Ging voor 1 run. Maar werd afgekold door Singh aan de andere kant. Ze hebben nu ook een beetje een woordenwisseling, die 2. Kijk, Iban moving. Nou, freeze it. Geen twijfel mogelijk. En dat wist hij ook wel. I repeat, out. Precies. Rood licht. Het is gedaan op 163 binnen 50 overs. Ja, na 117 voor 3. Het is echt een droom dit, een laatste 7 wickets pakken voor
Wat is het, 46? Dat is fantastisch. In het tweede gedeelte van de innings pakken Nederlandse bowlers dus alle wickets op het wicket waar ze nu zelf 164 runs moeten zien te maken. Er zit dus voldoende in, dat is wel gebleken. Daar staan ze dus, de 164 die Nederland nodig heeft om te winnen. 3,28 per over. Maar daar hoeven ze zeker in het begin geen rekening mee te houden. Deze Maiburg, de eerste batsman voor Nederland, met de eerste bal. En dat zijn er gelijk runs. En het zijn er 6. Dit is een start zoals Maiburg dat kan. Een batsman die verwoestend kan betten. Meteen aan de gang de innings. Ja, dit willen we zien. Dit is het spel wat je van Maiburg wil zien. Hij moet in zijn sterkte spelen. En hij is een stroke maker. Dus hij houdt van snel scoren. En dit kan Nederland helpen. Een snelle opening van Maiburg. Deze gaat er langs. Het zijn er 4. En het zijn er 4. Kan iets omhoog. No doubt. Hoge backlift. Maar goede, positieve instelling en slaat vol door de lijn heen. Die is beter. Kunnen 4 zijn. Recht vooruit. Mooi recht bed. Langs de bowler. Daar staat helemaal niemand. Gevaarlijk, gevaarlijk, maar het levert wel 4 runs op. Deed hij het bewust? Hij zag de eerste slips weggaan. Nou, hij legt hem er gelijk langs. Mooi gespeeld. Ja, echt bewust. Knap gedaan hoor. De fielder die daar stond is net weggehaald. Volledig bewust van de situatie. En nu aan de andere kant en weer 4. Goed gedaan, no doubt. 4-4. En 38 op het bord. Zo zie je maar een paar rustige overs tussendoor. En dan opeens die versnelling. Omdat ook die bowlers natuurlijk misschien wel iets gaan forceren. Ze weten dat ze wickets moeten nemen. Dus die gaan die lijn misschien aanpassen. En willen misschien iets te graag een wicket nemen. Die is er dik overheen. Geen fielder daar. En het zijn er weer 6. Zo makkelijk hè. Ja, als Maiburg hem oppikt. En goed timed. Dan haalt hij het meestal wel. Tweede 6 in de innings van Maiburg. Hij neemt een risico. Maar hij pikt hem mooi op. En 6 runs erbij. Hoop te doen. Voor de Ieren. En dat was precies de start die ze niet wilden hebben. Als je maar zo'n laag totaaltje moet verdedigen. En dan deze 4 er nog overheen. Goeie runs van Max O'Dowd. Wat een start. Voor Nederland. 56 voor 0 na bijna 12 overs. Shot, Max.
prachtig schot. Ja, zagen we in de eerste innings eenzelfde soort slag van Harry Tektar. Ik vind deze nog mooier. Dus dit is nu de shot of the day. Officieel. Een wijde bal. Net geen half volley, maar driving on the up. Alles klopt. Schitterende slag. Oh, daar is het eerste wicket. O'Dowd laat zich toch verlinken door Simi Singh. 66 voor 1. Net binnen de 15 overs. Ja, hij zal hier ontzettend van balen. Dus eigenlijk is het begin van je inning, zit je nog. Hij mist gewoon een rechte. Dat is, is hij dan te laat met zijn bed beneden? Geen idee. Hij pakt de verkeerde lijn. Oef. En dat is het einde van Edwards. Ja. Toch weer twee wickets kort na elkaar. Waren niet zijn series voor Edwards. Hij was in Australië speler van het jaar in Melbourne. Wat echt een fantastische prestatie is. Hij heeft het hier niet waar kunnen maken. Helaas. Dus, vervroegde drinks break. Ja, hij duwt een beetje naar die bal. De nieuwe batsman Moussa Nadim Ahmed. Oef. Meteen door zijn verdediging heen. Er wordt even wat toegefluisterd. We weten natuurlijk ook dat hij voor het eerst meedoet. Ja, Nederland begint net hè, met al dit soort wedstrijden. Hebben recent hun ODI-status teruggekregen. Dus Kevin O'Brien zag ik het meer dan 150 ODI's. Nou, dat hebben wij met alle spelers bij elkaar komen niet in de buurt daarvan. Dus de ervaring factor speelt ook wel een grote rol. Laten we hopen dat... Eerste runs zijn er vier voor Moussa. Dat is lekker op zijn tweede bal. Ja, dikke edge. Ja, zie je in het boek niet. Had gezien dat het kon. En langs de rechterhand van de fielder. Moeten er twee zijn. Moeten er twee zijn. En dat zijn het ook. Goed gelopen. Snel van de nul af is ook wel fijn voor hem. Absoluut. En deze was ook dik van de zijkant. Merkwaardig, hè? Zoals Edwards die bal wilde spelen. Haak hem uit je los bed. Dus gooit hij er bijna naar. Veel beweging. Zullen ook zenuwen zijn, kan niet anders. Begin 20 is hij, denk ik. Moussa? Ja, denk ik ook. 1, 22. Laatste bal. Een eentje gepakt. Of worden het er twee? Nee, niet het risico. Maaiburg op Sing. Eén, geen risico nodig.
Goed voetenwerk van Stef. En zo moet het gaan, hè. Wij moeten een beetje praten. En zij tikken zo ongezien, tikken ze die eentjes en tweetjes bij elkaar. Gebeurt verder niks. Dat is jammer, hè. Heel groot gat tussen backward point en cover. En hij staat hem recht op cover. Maar dat is het moeilijke van dit wicket. Je kan je niet veroorloven om op die bal te wachten. Want misschien blijft hij al iets lager. En dan is het gebeurd. Weer goed naar voren. Prima run. Goeie call. En twee. Twee, misschien wel drie. En misschien wel drie of vier zelfs. Nou ja, houdt hem nog wel binnen daar. Goed. Maar ze lopen er wel drie. Prima gerund. Ja, mooi getimed. Zie je, je hebt drie runs per over nodig. En deze bal was ietsje overpitched. Heb je er al drie. Shot, Stef Meijer. En dit... Nee, staat een fielder. Ja. Hij lekker goed op te komen. Hij zat er ook goed op. Kijk. Bijna de langs. Dat is jammer. Hij tikt hem net aan, zodat hij bij de cover fielder in de handen komt. Want anders waren er twee geweest. Hij speelt hem achter het wicket. Die neemt een, ja, die geeft hem een soort van box. Heel bewust. Lijkt wel een soort paas inderdaad, ja. Aan zijn collega fielder. Dit is ook weer prima. Goed gedaan. Weer drie runs. Drie runs deze over. Dat zijn er vier waarschijnlijk. Ze tellen allemaal. Alles. En we gunnen het hem van harte. McBride incasseert ze. Tandenknarsend. Toch ook weer een over van vijf. Ja, dit kan dan ook. Als alle fielders vrij dicht staan. Ja, na zo'n paar dagen zon. Op het kortgemaaide, door de gemeente Utrecht kortgemaaide veld. Rolt die bal er makkelijk uit. Het ondergrond is harder geworden. Oh. En een appel. Nee, hij tikte heel duidelijk met zijn bed tegen zijn leg uit. Althans. Ja. Zo leek het. Gaan ze of gaan ze niet? Ja, ze gaan. Copy that. Dus gaan we kijken. Ja, maar je gaat niet zo'n return weggooien tegen Peter weten. Ja, maar er komt niet zoveel meer misschien. Zullen zij ook denken. Ja, maar als je nou al weet dat hij niet uit is, ga je toch niet alsnog proberen. Dus ze moet echt wat. Die keeper moet echt iets gezien hebben. Uiteraard. En gehoord, dat zeker. Oeh. Yeah, it's close to the bed. Can we go to ultra edge? Zit er kort op? To see if there's bed or no bed. Hoor je hem? Je hoort hem hier ik al. Ik denk dat hij kan inrukken. Ja. Yeah. Can you, contact, can you, geluid. Yeah, please, that for me. Yeah. I'll go back on om die derde man nog wat meer onder druk te zetten, wordt er al geklapt in de eerste tent. Bij het zien van deze beslissing. Signal out. En dus now. Yeah. Is het uit. Goeie review. Ja, kon niet anders, hè. Ja, het systeem bewijst zich dus nog maar weer eens een keer. Het systeem van die videoscheids. Naar voren, naar voren, naar voren. Helaas. Maar hij heeft het netjes gedaan, Moussa Nadi Mohamed. En meteen een groot appel. Durven ze het aan om die review er meteen tegenaan te zetten weer. Wat doen we, wat doen we, wat doen we? Vraagt Balburnie. Handen blijven laag. Niet gebruikt. Maar wij krijgen hem natuurlijk wel. Nee, is goed dat ze hem niet gebruiken.
gaat waarschijnlijk downleg en hij is ook iets te hoog waarschijnlijk. En hij gooit hem met zo'n hoek, hè? Dus hij gooit hem met een hoek erin. Bijna dus voorlangs, hè? Meiburg pakt ondertussen wel één run en brengt de magische 100 op het bord. Applausje. Zoals het hoort bij 100. Van zijn voeten af en reest naar buiten voor 4. Van zijn benen af, beter gezegd. 40 voor Meiburg. Ja, Meiburg drukt hem het hoekje om. En die runs doen enorm veel pijn. Maar stel je voor als je de captain van Ierland bent. En hem hebt laten vallen op 10. En hij staat nu op 40. Vier runs. Van harte welkom. Goed gedaan. Door Bas de Leden. Ja, gebruik zijn voeten. Probeert bij de pitch van de bal te komen. En krijgt er zijn bit nog net genoeg tegenaan. Vier schitterende runs. Schitterend schot. Onderweg naar zijn 50, Stef Meiburg. Ja, dit is de kracht van Meiburg. Hè. Met een recht bed spelen. Niet te veel square zoeken. Voorste voet. Door de lijn van de bal heen slaan. Kijk, nu gaat hij er wel overheen. Ja, up en over. Gedaan. Vier runs. Goed gedaan door Bas de Leden. Die ook zijn spierballen laat zien. Zeker weten. En dat is dan ook het moment om even wat terug te zetten. Tegen dat keepertje. Goed zijn voeten gebruikt. Ja. Niet helemaal bij de pitch van de bal, maar goed genoeg. En, dapper. Absoluut. Slaat hem er goed overheen. Goed. Oh, Meiburg. Weg. Ja hoor, 50. 50 voor Stef Meiburg. Knap gedaan. Begon met een 6 aan zijn innings. Werd onderweg gemist. Vrij snel, vrij vroeg. Maar profiteert volledig. Zijn derde ODI One Day International 50. We hadden het min of meer gehoopt in de break. We noemden het 50 runs voor Meiburg. We zeiden alleen in 25 ballen. Dat zijn er iets meer geworden, maar desalniettemin ongelooflijk belangrijk. Dit was een wide, te hoog. Hier kort de 50 van Meiburg. Samengevat, begon met die 6 op de eerste bal. Die is altijd lekker voor een batsman. En eigenlijk voor het hele team. Samen met O'Dowd de basis gelegd. O'Dowd was eerst de leading batsman. Hij heeft die rol overgenomen. Een groot appel. Maar hij is er een heel eind uit. Meiburg. Ja, ze gaan ervoor. Ja, ja. En dit moeten ze doen. Dit moeten ze doen, ja. Hij was echt ver naar voren, toch, Meiburg? Jawel, maar als die bal recht is recht, bedoel je. Is niet zo groot. On-field decision not out. En meer een skidder. Dat wordt een interessante beslissing. Eerste wat ze kijken, maar dat zal niet het probleem zijn, is of de voet van de bowler oké was. Dat zien wij niet. Pitched in line. Nou. It looks close to the bed. Can I have ultrage to confirm if there was bed or not? Hij komt ook laag. Hij zit ook laag, hè? Flatline. Geen bed. Dus gaat het echt hierom, om de lijn move back and van de bal. Hij is diep door zijn knieën, Meiburg. Staat wel een end
voor zijn crease. Ja, dat is, kan een voordeel zijn, hè, dat die bal nog een lange weg moet afleggen. En de bowler komt van rechts round, dus die gooit hem met een diagonale hoek. Pitching in line. Impact maar ik in vrees line. Toch... Oh, buitenkant. Kijk, net gered. Dat was de zucht van opluchting. Adrie, goed gespeeld van Stef. Die ongetwijfeld bij Maaiburg te horen was. En het is dus opnieuw zo'n call waar de oorspronkelijke beslissing van de scheidsrechter blijft staan. Het zit niet tegen, Stef Maaiburg. En dat is maar beter ook. Nou. Vier runs. Schitterend. Dat staan er vier. Maar ja, knap gedaan. Goed gedaan. De druk weer van zijn schouders af nu. En nu weer bij de bowler gelegd. Nadat hij dat appel overleefde. Hier. Overtuigend gepakt. Leuk voor hem. Op zijn score. En een hele mooie. Misschien wel zes. Vlak voor de baan. Een paar vieren waar ik het net over had. Stuitert die. Het veld staat heel dichtbij. En als die batsman zich lekker voelt. En die bal is iets overpitcht. Kan je hem gewoon door de lijn heen. Ja, nu toch ook weer eventjes in een tijdsbestek van 4-5 ballen. Wat een raar spel het kan zijn. Hij had dus uit kunnen zijn. Ja. Dan was het nu volle bak spanning geweest. Want de ingespeelde batsman uit. En drie ballen later twee vieren erbij. Gaat iedereen weer achterover zitten? Als de umpire hem uit had gegeven en hij had zelf een review aangevraagd, was hij uit geweest. Jezus, die is ver. Schitterend. Oei, en een zes. Ja, Maaiburg. Bijna een paar toeschouwers die op de weg zijn. Trekt het nou bijna nu in drie ballen over de streep zo'n beetje. Nadat hij dus eerst dat appel overleeft voor LBW. 4-4-6. 148. Ja, dit was een grote man als zes. Specialiteit. Maar deze was overal in de wereld waarschijnlijk een zes geweest. En die raakt een boom. Boom. 70 inmiddels voor Maaiburg. Hoogste score van de hele series voor een individuele batsman. Ja, en dat had Nederland goed nodig gedaan vandaag. Hè? En dat is ongelooflijk fijn. De leden voor zijn tweede, maar er wordt slecht gegooid. En er kan er nog geen bij komen, want het is een... Zo rijdt de overthrow, maar die laten ze gaan. Ja. Omdat er ook een botsing was met de wicketkeeper. Fair play. Goed gedaan. Kijk, let op wat er dan zo gebeurt als de leden botst met de wicketkeeper daar. En daardoor schiet die bal door en daardoor lopen ze de rest niet. En het is 2 voor 21 in 8. Maaiburg weet het niet af te maken. Ja, is jammer voor hem. Heel jammer. Weer met die sweep. Hè. Het is toch een gevaarlijke slag, die sweep. En... Ja, misschien zocht hij het schot dat in één slag de hele wedstrijd had kunnen beslissen. De 6. En ik zit net naar het veld te kijken. Er staat een deep mid-on. Dat is aan de legside voor Maaiburg. Een mid-wicket en een backward square. En aan de offside staat helemaal niemand op de boundary. Deze bal is van buitenop. Hij had hem veel gemakkelijker en minder met minder risico door het opveld kunnen slaan. Daar kunnen geven. Goeie innings van Stef Maaiburg. Laat dat duidelijk zijn. 111 ballen gehad, 74 runs gemaakt. Man of the match vandaag. Vlak voor het einde sneuvelt hij alsnog. Morgenochtend is hij er blij mee. Nu baalt hij ervan dat hij niet tot het einde is blijven staan. Zijn bed door de innings heeft gedragen. Nou. Een paar van de drie is niet geïnteresseerd. Directe review volgens mij. Uiteraard. Als er nog een moment was, is het nu. Copy that. Hij zat laag.
open the wheel for LBW. Ja, wij zitten schuin op het veld, maar hij lijkt kaarsrecht. On-field decision is not out. It's a fair delivery. Can I have front on camera? Oh, looks close to the bed. Can I have ultra edge first, please? Yeah, flatline. Geen bed. Yeah, freeze. Wat zegt de umpire de leden? Die zegt even niks. Can I have ball tracking? Daar zit het antwoord misschien wel in, maar dit lijkt... We zien net zijn aan de buitenkant van zijn rechtervoet zagen we het stum. Umpire's call. Nee, dit is uit. Ja, hij is uit. Tweede bal. Adrian, you can stay voor with Pieter Celaar. You're on screen now. Door het gat heen, 4 runs erbij. Pieter Celaar brengt hem nu tot op 1 run. 2 runs. 2 runs voor de overwinning, tot op 1 run van het Ierse totaal. Kijk eens even. En daar gaat hij nog. Het is zo dom. Laat zich uit de tent lokken. Balende bondscoach. Uitstekend gebold. Door McBride. Mooi camerawerk. Ben Cooper. Op 7. Niks gemaakt nog, deze serie. Maar dat is nu ook niet nodig. Hij probeert het weer. En daar gaat hij, Celaar, ook nog uit. Dat zijn er 4. En daar is de overwinning. Nederland wint hem. Middel staat er niet. Ja, dit is veel minder risicovol, dus dit is prima, joh. Gewoon recht vooruit. En wat een manier om binnen te tikken, zoals het hoort. Maak het toch nog moeilijker dan nodig was, maar de punten zijn binnen. 10 broodnodige punten. Nederland wint de series 2-1. 20 punten voor Nederland, 10 punten voor Ierland. En dit is de man van de dag, hè? Stefan Meiberg. Ontzettend knap gedaan van Nederland, kan niet anders zeggen. 3 dagen tegen een op papier beter Ierland. En dan 2-1 winnen, hartstikke knap. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Ja, mooie overwinning. Ja, je dacht, ze hebben nog wat zendtijd over daar. We maken het nog eventjes. Ja, we moeten het zo lang mogelijk rekken. Nee. Ja, ik denk dat we het gewoon heel goed gespeeld hebben. Ja. En aan het eind, ja, dat gebeurt is een klein smetje op een mooie... Ja, een slordigheidje. Maar gelukkig was de wedstrijd tegen die tijd al gewonnen. Dus dat, zeker, dat was zeker zo. Dat was het voordeel. Die je gewonnen hebt vanochtend en een deel van de middag in het veld. Ja, ik denk dat wij heel goed begonnen. Ik denk hetzelfde wat Ierland ook zal zeggen. Van ja, het zal een goede tos geweest zijn om te verliezen. Al hadden wij vandaag wel eerst gaan bodem, omdat ik denk dat het wicket... Waar we het vanochtend over hadden, in de middag een stuk beter speelt. Nog steeds oneven, maar wel beter. Maar dat betekent niet dat je het in je handen geworpen krijgt. We hebben gewoon heel goed gebold. Vooral toen Tector en Dokkel, die stonden heel goed te bed in het midden. En ik denk dat wij toen de rust hebben bewaard zonder dat we zijn gaan zoeken naar dingen die er niet waren. En daarom een verdiende overwinning. Ja, eventjes naar alle 3 die wedstrijden. Is er voor jou nu al, ik besef dat het kort na de laatste is, maar een soort van algemene conclusie? Dat je 20 punten hebt, ik help je op weg. Dat is heel simpel. En dat wij nu hiermee een hele goede start hebben gemaakt om niet alleen in deze league te blijven, maar ook om richting die kwalificatie te gaan. Maar ja, het is per... Je moet niet te ver vooruit kijken, dat zeg ik zelf altijd. Maar ik denk dat het... Ik hoop ook geloof in eigen kunnen. Vooraf werd er heel veel gezegd over het missen van spelers en dan nog steeds 2 wedstrijden winnen. Dat,
dat is gewoon grote klasse. Ja, dat geeft ongetwijfeld ook wel vertrouwen, mochten die straks weer later aanslaan. Ik noem maar iets, hoor, maar het feit dat bijvoorbeeld Bas de Leden vandaag, daar waar je misschien best een ander had in kunnen sturen op dat moment, maar dat er gewoon gezegd wordt, ga maar gast, doe het maar gewoon. Ja, nou ja, ik denk dat Bas deze series in kwam met redelijk wat stress of nervositeit. Ik denk dat hij deze series heel goed heeft laten zien dat er een volwassen kop zit op een hele jonge jongen. En dat, dat is heel mooi om te zien. En dat hij het laat zien op de momenten waar het er echt toe doet, is heel belangrijk. Niet alleen voor deze wedstrijd, maar gewoon voor het Nederlands cricket in het algemeen. Maar ja, daarnaast ben ik misschien nog wel trotser op Stef van Meiburg. Ik bedoel, een tijdje uit het team geweest, ja. Komt er nu weer in terug. En laat vandaag met een hoop volwassenheid en een hoop cricketkennis zien hoe je zo'n wedstrijd bijna binnentikt. Ja, nou ja, hij tikt hem inderdaad met zijn 74 wel binnen. Maar als je stopt, dan is er werk hier. Want dit was inderdaad een van de volgende vragen geweest. Maar nee, hij had het niet makkelijk ook, Meiburg. Hè? Dat is, nee. Die komt dan terug, er zit een bepaald verwachtingspatroon aan. Dan de eerste twee wedstrijden, er lag wel een platformpje, maar niet meer dan dat. En dan trekt hij het vandaag toch wel echt knap door. Ja, dat is dat, klasse. Dat is hele grote klasse. En daar, dat is waar we het over hadden. Als je eenmaal hierin bent, dan moet je ook zorgen dat het telt. Nou, hij wordt gemist op... Heel weinig. Het zal niet meer dan 10 geweest zijn. En, junioren van. Ja, en dan moet je ze betaald zetten. En dat heeft hij heel goed gedaan. En ik denk inderdaad, die volwassenheid waar Stef niet zozeer om bekend staat. Die staat meer voor een snelle start, grote schoten. Die start was er, die ene in ieder geval, die eerste. Die eerste bal, dat zette de toon. En dat is waar we het over hebben gehad. Dat hebben we met de bal gedaan en nu ook met het bed. En dat geeft meteen die eerste zenuwen een beetje, die zakken een beetje. En je gaat er met wat meer vertrouwen tegenaan. Ja, mooi. Jij staat hier en terecht hoor, vanuit jouw positie al meteen te bluffen over een plek bij de eerste 7. Maar het voornaamste doel zal toch zijn dat je niet als nummer 13 dit wil besluiten. Dat is het realistische doel. Ja. Maar je gaat elke wedstrijd in om te winnen. En dus ik wil niet zeggen dat moeten we nu als doel stellen, want dat vind ik te ver vooruit kijken. Maar je speelt in een competitie en in een competitie waarin je verwacht wordt eigenlijk dat je degradeert. Er zit nog iets bij, iets hoger waar we naartoe kunnen. En dat is wel op de zaak vooruitlopen. Maar ja, het is wel iets waar je nog steeds wel rekening mee houdt. Op de zaken vooruitlopen, er komt gewoon nog een giga-reeks aan wedstrijden aan. Ja, voor ja we zijn pas net begonnen. Joh. Ja, dus precies. 3 van de 24. Nou ja, en daar 2 van winnen. Vooraf zeg je, de wedstrijd die je wil winnen, dat zijn zeker die tegen Ierland. Nou ja, we hebben er helaas niet 3 gewonnen, maar wel 2. En dat is gewoon een hele goede start. Ja, want misschien heb jij ooit als klein pikkie 12 maanden per jaar willen spelen. Maar dat ga je nu echt doen gewoon. Want als je een jaar verderop denkt, dan ben je de halve wereld over geweest. Ja. En zit de avontuur er al bijna op. Heb je nog een WK ook gespeeld tussendoor, hoop ik allemaal voor je, maar... Ja, hoe mooi is dat? En dat is waar de cricketsport in Nederland, waar wij naartoe willen met het team. Maar ja, dat zal uiteindelijk ook meer exposure krijgen dan op de Nederlandse tv als wij het goed doen. En dat is gewoon heel belangrijk. En als wij 12 maanden per jaar spelen, dan hoop ik dat de populariteit ook in Nederland toe gaat nemen. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Schitterende overwinning. Nee, dat zeker. 20 punten tegen Ierland is wel heel goed voor ons. Ja. Met een hele mooie innings van jou. Ja, dankjewel. Ja, het was niet makkelijk om te batten op de wicket. Waar zat het probleem in? Wij zien het eigenlijk al 3 wedstrijden. Normaal zeg maar bij international wedstrijden zie je tussen 250 en 300. En hier zie je zeg maar in 6 innings dus dat het niet meer dan 200 zeg maar zouden. Ja, dat zegt ook wat iets van de wicket zeg maar. Kun je, jij was een vaste speler hè, van het Nederlands team. Je bent er een jaar of misschien wel iets langer uit geweest. Kun je ongeveer vertellen wat je allemaal gedaan hebt om hier in dit Super League team toch weer terug te komen? Ja, ik heb eigenlijk in 2018 heb ik mijn banden met enkele gement gescheurd. Zeg maar. En ik was uit van 4 tot 6 maanden. Het was wel heel zwaar voor mij. En heb ik gelukkig bij Club Cricket zeg maar, voor 2 jaar mijn beste 2 jaar ooit gespeeld. Echt ook super hard gewerkt. Ja, ik wil zo graag weer terug in de Nederlandse team. En nu mijn kansen krijgen, dan ben je ook een beetje nervous. Al speelde ik al zoveel jaar, ben je nog steeds nervous. En dat jij wil wel heel goed doen. Dus ik ben echt blij dat het vandaag wel goed gaat.